you once again. Ik was net even naar de hele video net aan het reflecteren. Oh, carrière, auto. Hey girl, right timing that I saw that. Because this girl is working on her career. Yes, wow. Maar goed, ik was even aan het reflecteren aan het begin. En toen dacht ik, hey, dat wil ik nog delen. En nu ben ik het kwijt. Ja, ik ben hem kwijt. Maar ja, ik ben hem nu wel kwijt. Vooral omdat ik met mijn intro zo begon. Goed, daar is een mooi blauw huisje. Fantastisch, net alsof je op Curaçao bent, Van Tillen. Of waar dan ook die gekleurde huisjes hebben. Hey, oh ja, als je richting Dongen gaat, heb je ook zo'n huisje. In de bus, ha, leuk. Met een geel huisje. Dat zag ik, oh weet je, baby Anne gaat, Michael gaat straks met mama lekker in de bus. En toen zei ik nog tegen baby Michael, oh baby Michael. Mijn kinderen en ik houden ook van onze busritjes. Hey, I got pictures too, you know. En mijn son is, oh, voor onze reisjes naar de museum en alles. Waar we gewoon naartoe gingen. Hey, we were traveling by the bus, you know. So I got that also on camera and on proof, you know. Ik heb hun bieppasjes ook natuurlijk. Want hey, die man daar, die gaat betalen voor die boek die Biep nog niet heeft, hè. Zeker weten, motherfucker. Oh. Nee, ik heb nog zelfs hun namen zelf geschreven. Oh nee, dit heeft de andere. Heb ik dit gedaan of die vrouw? Want dit lijkt niet op mijn handtekening. En ook niet op mijn, of wel mijn esjes. Heb ik of is dat een vrouw dan? Ja, toen het tijd. Waarschijnlijk die wiepje. Annie. Annie, ja. Annie, die heeft mij toen geholpen de eerste keer toen ik voor het eerst een biepasje ging halen voor mijn kinderen. En weet je wat ik zo mooi vond? Je kon dat doen na 3 maanden of zo. Maar hey, Annie zei gewoon, hey, je kan dat nu al aanvragen. Hebben we meteen gedaan. Bam. Kon ik eigenlijk gewoon boeken lezen voor mijn kinderen. Oh, voor Noah, want Nova was toen nog niet geboren. En dit is Nova's pasje. Die ziet er minder versleten uit. Heb ik wel zelf geschreven. Deze wel, want die... Hey, 6 jaar lang, hè. Hebben we al de biepas. Ja. Oh, en hier de bakkerkaart. Ja, die spaarkaart. Want wat ik al zei, we gingen ook altijd naar de bakker in het dorp. Want die kennen ons. Stempelkaartje, ja. Dat deden we ook aan mee. Nog steeds, hè, mensen. Dus wauw. Dus daarom zeg ik jou ook, hè. Het komt goed, hè. Want ze hebben het niet door, hè. Wauw. Maar weet je wat me zo teleurstelt? Oh, wauw, wat een teleurstelling. Wauw. Het zijn instellingen die echt voor de mens moeten zijn. Voor het kind. En they fuck it up. En dat is onwerkelijk. Gewoon omdat ik dat in mijn helder verstand doorheb. Wauw. En daarom, het is ook logisch, weet je? Het is ook logisch. Want soms voel ik me schuldig. Ja, tuurlijk. Ik voel me schuldig. Wauw. Maar in de vorm schuldig van... Hey, hoef ik niet te delen, laat maar. Maar dan kan ik mezelf weer terughalen. Dan denk ik, nee Monique, wauw. Vertrouwen gelegd in een man waar je zo lang mee ging. Niet wetende dat hij achter mijn rug zo'n type zou zijn. Nooit gedacht, mensen. En hij hoorde er voor mijn kinderen te zijn. Maar hij oefent alleen zijn macht uit op hen. Dat weet ik. Ik herinner dat nog toen in de kermisperiode, wat ik zei tegen mijn tante. Toen ik hoorde dat mijn zoontje bang was voor mijn vader. Oh, engelen. Oh, wauw. Stotteren deed hij, hè. Stotteren. Toen, hè. Maar ja, dan woon je in een land. En zoek je naar hulp. En wie zijn degenen die mij nu allemaal helpen? Het zijn mensen die dingen mee hebben gemaakt. Zeker. Die begrip hebben. Wauw. En ook al analyseren ze mij ook, hè, want dat doen mensen natuurlijk. Wauw, ik heb liever dat. Dan dat ik in een opvang, whatever, zit. Dat ze mij zitten te analyseren. Want weet je wat nog... Wauw. Ik heb 1 week in een sterkhuis gezeten met mijn kinderen. Toen nog niet wetende. What, everything, you know. Omdat ik helemaal uit die roes moest komen. Ik had nog niet gerust. Hey, I had a burnout in that time, you know. Ik had rust nodig met mijn kinderen. En daarom zei... En die vader, die had me... Wauw. Die had mij iets bij mij en mijn kinderen gedaan. Toen kwam hij met 2 vrouwen uit het gemeentehuis. Joke en Sabine. Hey, ik kon al die dag als de dag van gisteren nogmaals. Wauw, in het huis zonder het aan te kondigen. Dat was diepe shit, jongen. Dat doe je als iemand niet gezond is. Want dan moet je een interventie houden. They did an interventie op de fucking verkeerde manier, ja. Ben ik boos over. Mijn kinderen die zagen dat moeder... Wow, wow. I remember people. Dat doe je als iemand niet in orde is, hè. Hey, interventie, verslaafde Dennis. Kijk je ook altijd na. Ja, maar motherfucker.
Dus, maar goed, even loslaten. Wauw. Toen ging ik in 1 week in die sterkhuis. Maar hey, ik weet waarom ik daarna wegging. Kan ik allemaal navertellen? Precies. Toen moest ik horen, ja, van Veilig Thuis. Eerst van Dennis trouwens. En van die vrouw daarna ook, hè. Dat sterkhuis zelfs een mening had over mijn opvoeding. Wauw, people. Wauw. Toen ik dat hoorde, dacht ik, wauw, what the fuck? Wauw. Hey, want hun waren mij misschien aan het analyseren. Hey, maar ik was ook wel door dingen aan het gaan. Maar ik was de omgeving aan het analyseren. Want ik en mijn kinderen zaten daar. Hey, en weet je wat mooi is? Geen enkel persoon die daar in de opvang zat, die had gereageerd zoals ik dat deed. Kennis maken met degene die daar dus je helpen. Ik wilde weten wat je functie is. Ik wil weten wie je bent. Kijk, de mensen die daar wonen, we know. I didn't want to know all their stories, because hey, that's a lot of information. Maar de mensen, de begeleiders, ja. Hey, ik heb hun naam allemaal gevraagd, ik heb kennis gemaakt, dus hey, I know them. Maar ik zei ook tegen die vrouw, hè. Wauw, heb ik dat op mijn dingetje? Nee. Ik zei, oh ja, ik vroeg het aan haar, aan die case manager van Veilig Thuis. Ik zei van, oké, maar wie heeft dat verslag toch geschreven? Dat kon ze niet meteen benoemen, no. Want ja, iemand die dat schrijft, die zet hun naam eronder. Dus dat is logisch, hè, want je maakt een verslag. Dus ik vraag me dan af achteraf, is dat mijn ambulante hulp geweest? Wat we daar toen hadden, onze. Want hey, ik heb dat gesprek opgenomen, hè. Die 2 gesprekken in het sterkhuis. Hey, I recorded it. Dus dat is ook mijn bewijs, hè. I'm so thankful for that. Ja, woe. Hoe kunnen ze, hè? Ha. Hey, ze hebben grote fouten gemaakt. Want kijk, deze vrouw, wat ik zeg, hè. Got big talents. En ik wou dat gewoon in alle vrede en rust met mijn kinderen ontdekken. Maar die fucker, die heeft me zo slecht afgeschilderd. Dat ik nu in een snellere vaart, wauw, heel veel dingen moet leren. Wauw, voor mezelf. Wie ik ben. Wauw. En voor de rest daaromheen. Die dan ook hulp nodig heeft. Want nu hebben heel veel mensen mij geholpen, hè, op de dankbaarheid. De kleine dingen, het zorgen, hè, ben ik zo dankbaar voor. Ik zal mijn dank betaal ik altijd terug aan de mensen die mij hebben geholpen. Absoluut, dat doe ik sowieso altijd wel. Alleen, hey, ze ondersteunen me ook financieel, hè? Ja, zeker. Gewoon kleine dingetjes natuurlijk, hè? I am not asking for a lot. Want hey, ik heb dingen te betalen. Maar hey, omdat ze gewoon zonder reden, nou niet goede reden, dat ik aan het surviven ben op straten. Hey, alles voor mijn kinderen en al die andere dingen wat er betaald moet worden. Hey, I will let that go. Because we... Als dit allemaal geregeld is, dan trekt dat allemaal helemaal recht. Maar voor eerst is voor mij belangrijk, me and my children. Safe home, safe place. Dus even terug naar wat ik wil zeggen over het stukje. Ja, want ik was toen net begonnen over iets anders, maar dat komt wel. Wauw, mensen. Dus ja, maar oh ja, dan... Oh, zuster Enya. Dan hoor ik haar dan dingen regelen. En dan zegt ze, ja, ik wil dat zo meteen privé. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik, hè. Wauw, absoluut. Ik heb begrip en dankbaarheid gewoon, man. Oh, ik ben zo dankbaar. Ik laat het nu los. 8 minuten 18. Kijk, daar is het blauwe huisje. En I'll see you on the next one. Peace.